mensen, welkom. Speciale dag vandaag, namelijk... Een schrikkeldag! 31 februari. Maar, trouwe post, we lezen nog altijd... Blauw blues, baby's got blauw blues. Van Lambiel en... Ja, George is op weg naar de saloon, waar Chesterfield de mensen boel in elkaar aan het motten is en de saloon kort en klein aan het slaan is. We lezen gauw verder. Toch niets ergs, papa? Nee, Mathilde, wees maar gerust. Ik heb George een gemakkelijke opdracht gegeven. Een klusje. Vind je dat niet wat vroeg, papa? Hij heeft nog geen ervaring. Hij heeft nog maar net West Point achter de rug. Het is nooit te vroeg om te leren. Wie anders had ik trouwens kunnen sturen? Geen enkele officier zou het hebben willen doen. En ik denk er niet aan zelf te gaan. Paf! Oh, nee! Klop! Nee! Nee! My God! Arresteer die mannen! Genoeg, sergeanten. U kunt nu beter met ons meekomen. Totaal verdwaasd in het heet van de... Adrenaline. Bloedpomp. In de ogen, fantastische strip wel. Van Chesterfield en Blutch. Ja, ongelooflijk. Daar met een tafelpoot. Het is pure Tarantino. Ja, avant la lettre wel, Wim. Zeker. Het is van 79 de strip, hè. Lambiel en... Kokova. Ja. We gaan straks zien op deze 29e februari nog altijd... Schrikkeldag. Dan gaan we zien hoe dit gaat aflopen. Alaska. Chesterfield daarop gaat reageren, inderdaad. Lieve mensen, we zijn er terug. Het blijft spannend, het blijft ook gewelddadig. Dus, de vredelievende ouders, hou uw kinderen van het televisietoestel hangt er weg. Nog een extra dekentje over of zo? Steek ze weg, dat is niet... Oké, we lezen voort. En wat komt die hier uitvoeren? Sst, maak het niet nog erger, je staat er al erg gekleurd op. Sergeant, ik wacht op uw verklaring. Luitenant, dit is niet het geschikte ogenblik om hem vragen te stellen. Jou heb ik niets gevraagd. En nu, sergeant, als ik een vraag stel, krijg ik graag een antwoord. Die lompe lummel heeft kwaad gesproken van Mathilde. Mathilde, wie is Mathilde? Ai. Hij liegt, sir. Het kwam door dat smerige indiaantje. Mathilde, wat voor een Mathilde? Mathilde Appletown, kent u haar? Nieuwe hart kwam door dat leuze, joh. U liegt, sergeant. En ik heb een hekel aan leugenaars. Nee, luitenant... Wel niet, het kwam door die... Gezien, Blutch. Hij heeft me een klap gegeven. Wat een lef. Plof! Sergeant, ben je gek? Een officier? En wat zou dat? Oh, mijn volle neus. Geen zak van aan, die Chesterfield. Officier of niet? Plof, recht vol op de neus. Maar heel het plot heeft wel een versnelling, maar vooral aan het diggelen in de plaatsen saloon. Zeer gewelddadig ook, hè? Ja, hoe dit moet aflopen, dat weten alleen Lambiel en Couvin. Ja. En wij maandag. Ja, een weekendje over slapen zou ik toch doen. Dit zal een onrustige slaap worden, Bruno. Ja.